Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Barbecue Pitmaster Community Learning by Burning aflevering. En ja, vandaag staat geheel in teken van arrosticini. Spreek goed uit. Arrosticini. Ik met de handgebaren bij. Ja, arrosticini. Nou, het komt uit Italië, dat mogen nu wel duidelijk zijn. Nou, wie hebben daar heel veel verstand van? De twee Spiedini heren. Nou, stel je heel even voor. Ja, dankjewel Mark. Mijn naam is Eddie Goossen en ik ben samen met Ivo Bosman. Zijn wij 7-8 jaar geleden begonnen om dit product verder op de markt te brengen. Ja, precies. Nou, ik was eens een keer ergens, daar hadden ze dit apparaat aanstaan en daar had ik deze heerlijke arrosticini en toen was ik verkocht, zo verkocht dat ik het zelf heb aangeschaft. Dit is mijn exemplaar en ja, dit is zo bijzonder, dit is zo lekker en nog zo onbekend. Ik vond het echt de hoogste tijd om ook alle members van de Barbecue Pitmaster Community kennis te laten maken en uiteraard ook jullie potentiële klantenkringen en er nog meer over te vertellen. Nou, dat gaan we dus nu ook in een paar afleveringen doen. Wat is het? Waar komt het vandaan? Wat kun je er allemaal mee? Je kan het ook zelf maken. Hoe kun je het beste eten? Nou, hele riedel van vragen gaan we allemaal behandelen. En hoe hebben jullie de passie gekregen van het arrosticini? Precies, ja, want uiteindelijk begint het, zoals het meestal begint inderdaad, in Italië zelf. Uiteindelijk gaan Ivo en ik regelmatig op vakantie samen naar Italië met de familie. En ooit begonnen in het noorden van Italië, geleidelijk aan verder afgezakt richting Abruzzo. Nou, daar begint het al. Abruzzo, dat is niet zo erg bekend. Ik zeg voor altijd, de mensen die het niet precies weten, waar in Italië ligt dat? Abruzzo, dat is eigenlijk ligt op de hoogte van Rome, maar dan aan de andere kant van het water. Ja. En het is een vrij onbekende streek, het is ook minst toeristische streek. Maar het aardige en het aantrekkelijke van de streek ligt in het feit dat het eigenlijk alles heeft. En alles heeft, daar bedoel ik mee, je hebt een prachtige stranden, je hebt een hoge berg, je hebt een mooie natuur, ruig en nog wat onbekend en niet te toeristisch. Ja. En dus wij zaten daar in een prachtig agriturismo en de eigenaar heeft ons daar welkom geheten en vervolgens ging al snel de barbecue aan. En wij dachten van, hey, lekkere satéetjes, dat is een leuk idee hier in Italië. Dus wij proeven en dat is inderdaad wel lekker, maar dat is geen saté zoals wij het klaarmaken. Wat is het dan? Ja, dit is arrosticini. Ja, arrosticini. Dus wij proeven inderdaad, nou, even raden wat het is. Nou, je ziet al snel een beetje in welke richting je moet denken, maar wij dachten niet zo snel aan schapenvlees. Ja. Want dat is het dus. Het is dus schapenvlees. En het verhaal daarbij, en dat heeft natuurlijk wel te maken met de streek, hè? Het komt uit Abruzzo. Abruzzo is behoorlijk ook bergachtig. Daar grazen de nodige schapen. En het verhaal is dan ook dat de herders in de winter naar de zee trekken en in de zomer richting de bergen gaan. Ja, dan valt er wel eens een schaap om. En puur uit nood geboren hebben ze zeg maar het schaap geslacht en hebben ze dat op stenen hebben ze zo die stokjes klaargemaakt. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja. En wij hebben het geproefd en we waren eigenlijk meteen overtuigd. En nou ja, het jaar daarna waren we er weer. En het hadden ze van, ja jeetje, dit moeten we in Nederland kijken waar we het kunnen krijgen of maken. En om lang verhaal kort te maken, uiteindelijk hebben onze Italiaanse vrienden ons geïntroduceerd bij de leveranciers van het vlees en de bijbehorende apparatuur. En nou zijn we een aantal jaren verder en nu staan we hier. Ja. Dat is eigenlijk in het kort super. Een beetje de historie. Super, super. En dat is hoe lang geleden inmiddels? Ja, dat is toch inmiddels al 8 jaar geleden. Acht jaar geleden. In de zon in Italië zaten. Ja. En wat vaak gebeurt, hè, dat je denkt van nou in Nederland zal het dan wel anders smaken. Maar het was nooit hetzelfde. Ja. Nee, dus wij hebben gewoon een pallet laten komen, diep ingevroren, met de gedachte, als niemand het lust, dan eten we alles zelf op. Ja. Maar uiteindelijk zijn we gewoon begonnen om het te leveren aan in eerste instantie Italiaanse restaurants, en toen kwamen de cateraars en de foodtrucks en gewoon de particulieren. Ja. En zodoende gaat het redelijk veel mond op mond. Ja. En wat leuk is, jullie zijn ook partner geworden van de Barbecue Pitmaster Community. Ja. Dus als jullie na het zien van al deze video's super enthousiast zijn geworden, en dat kan bijna niet anders. Jullie kunnen dadelijk niet proeven, maar wij wel.
Maar dan zie je aan onze blije gezichten wel hoe lekker het is. Dan kan je het op de website bij Spiedini kun je het gaan bestellen. En ook weer als premium member met je kortingscode weer met 5% korting. En dan krijg je heerlijk deze doosjes, zeg maar, thuis is diep gevroren. En dan kun je er een aantal lekker maken en een aantal nog bewaren voor de volgende keer. Werkt allemaal super. Maar ja, dat als inleiding. Ja, we zijn nieuwsgierig naar allerlei achtergrondverhalen. Dus laten we daar snel mee gaan beginnen.